Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie waarschijnlijk niet kunnen zien, maar wel een beetje hier naar die hotelkamer. Zijn we op de hotelkamer in Polen. Jullie hebben waarschijnlijk al eerdere beelden kunnen zien. Maar we gaan zo meteen even naar de nieuwe winkel waar we dus eerder ook zijn geweest. Om wat vuurwerk te halen, om vuurwerk in te kopen en te knallen. Want jullie weten het wel, er is dus een schietterrein voor ons gereserveerd om gewoon legaal te mogen stoken. Dus daar kunnen we niet voorbij laten gaan om een leuk aantal knallers te halen en lekker voor jullie te gaan afsteken. Zonder stress, hoe we het vroeger eigenlijk ook deden in Polen. Want de regels zijn echt zo erg veranderd, ook met het afsteken. Als je bijvoorbeeld een brand veroorzaakt, kan je tot 10.000 euro boete krijgen en zelfs celstraf. Dus, en dat kan zomaar gebeuren in deze tijd. We gaan snel naar de winkel toe en dan zien jullie wat we gaan kopen. We zijn dus in de winkel, zoals ik al zei. Laten we maar wat leuke knallers inslaan om straks even af te steken. Even kijken, het verschil. Ik denk dat we voor deze gaan. FP3's kennen we nu natuurlijk wel. Kunnen we dat gewoon zelf pakken hier, jongens. Deze ook doen? Die Tueno? Ja toch? Ziet er wel leuk uit. Elgato, 6,50 voor zo'n pakje. Ik denk dat we ze wel eens eerder hebben gehad hoor, maar ook erbij doen. Misschien even een leuk pijltje of zo uitkiezen. Denk ik. Jij nog een suggestie? Om gewoon even voor jullie een leuke stookvideo op te nemen. Want we hebben dus afgesproken om te mogen afsteken. En dat is ook echt zo. We hebben dus dit keer geen stress. We kunnen gewoon even een leuke knalvideo voor jullie opnemen op een schietterrein waar ook wordt geschoten. Volgens mij zit er echt van alles. Ja, van alles inderdaad. Dus we gaan even wat leuke knallers uitzoeken. In ieder geval deze twee. En dan denk ik dat jullie ons zo meteen weer zien op locatie en laten we precies zien wat we hebben gekocht. Nou, wat we allereerst hier hebben is een pakje FP3. Nee, geen FP3, ze lijken op FP3 van Pyromax. Het volgende zijn dit de hardste knallers die Pyroshell had. Dumbuma of Boombuma. Wat zei die nou? 5 grammetjes? Ja, zoiets. Lijkt een beetje op Dumbum, maar dan anders. Ja, precies. Zitten er 20 van in. Die wilden we absoluut even gaan stoken. Hier hebben we Elgato, de welbekende vlindertjes uit Spanje, van Jorgen. Mooie in zakken verpakte vlindertjes. Ja. We hebben trouwens voor alles hebben we 30 euro betaald. Alleen deze zijn niet te koop. Ze vertelt namelijk dat dit de allerhardste knallers zijn die ze hebben. Wat we ook hebben, zijn 2 rookbommetjes van Jorgen. Dat werd ook weer verteld, deze kant eraf. Nou, in ieder geval jullie kennen het, van Jorgen, de oude vertrouwde. Uit Italië, gemaakt in Italië. Groen en lichtblauw. En dan het allerleukste, en dit is echt de knaller van deze video, is deze pijl. Wat werd ons nou verteld voor de geïnteresseerden? Een 80 grammer. Ze zeiden dat de pijl te zwaar is eigenlijk. Maar omdat hier een CE-keurmerkje op staat, Mag die wel. Want dit is dus whistling, toch? Dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we met Thunderkings hebben gedaan. De Thunderkings mogen niet, maar als we er een fluitje aan toevoegen, mag het wel. Dus jongens, tijd voor de pijl. En we mogen dus stoken hier. Ik zal hem een beetje zo zetten. Ja. Met killer, als het goed is. Oei, joh, gek. Goh, dat was gewoon echt een lawine. Nou, laten we maar eventjes die Elgato's doen. Met de PTD-torch trouwens. Ik heb ze al lang niet gehoord. Zo, oh, wel dichtbij, man. Oh. Zo, gelijk gehoorschade. Zeg, gooi hem even iets verder weg. Ja, ik wilde het, maar dit vriendelijke vriend. Zo waai je terug natuurlijk. Zie je? Boom! Ja, die pijl blijft echt het dikst, man. Zo. Woe! Lekker, man. Zo, het is echt niet normaal om die knallen. Hey, ik weet wat, man. Zal ik dat hier in het water gooien? Oh, in het water, jongen. Oeh, in het water.
worden. Nou, zo heel ver kwam het water op zich ook niet. Okay. Hij zegt dus, die winkel zei dus, dat dit de hardste nitraten zijn die ze hebben. Ze zijn niet meer te koop. Maar wel leuk voor ons om ze te testen natuurlijk. Kijk, het lijkt inderdaad op Bum Bum, maar het zijn Bum Bum Bums. Ja jongens. Rookbommetje, denk ik. No pyro, no party, gek. Zo, dat is wel een mooie rook, man. No bang. Dit loopt. Hoop je dat het zonder bang is? Echt, hè? Eigenlijk wel boom. Ja, daar durf ik ook niet te dichtbij te komen. Zo, ze gaan wel lang door, man. Mooie shot, man. Die kant op? Ja. Lekker dichtbij, vriend. Ja, je wilt horen, toch? Zo. Die muur die echo't ook, jongens. Niet normaal. Het is, jongens, dat we hier gewoon met vergunning mogen afsteken. We zijn hier namelijk op een schietterrein voor de mensen die het niet geloven. En daarom mogen we afsteken. Het is echt een groot terrein ook, hè? Stresseloos stoken, hoe ziek is dat? Ja, man. We mogen zelfs kat F4, althans wij niet, maar... Er zijn mensen die kat F4 mogen afsteken hier, zeg maar. Voor de mensen die dat nog steeds niet wisten, kat F4 is ook in Polen niet toegestaan voor consument. Goed dat je dat inderdaad zegt. En mocht je ooit een keer naar Polen gaan en je ziet toch kat 4. Mooi man. Is net mocht je nog een keer kat 4 zien, jongens, zeker niet kopen of afsteken. Want ook hier is het echt de strengste verboden. We hebben hier nog met een paar Polen gesproken. Nou, de boetes die daarop staan, is echt niet normaal. En dit zijn een soort van FP3'tjes. Hij zei dat ze daar niet aan onder doen. Ik ben altijd nooit zo'n fan van die gipsdingetjes aan de onderkant. Het zal maar een stukje in je oog schieten, weet je wel. Kijken hoe die knalt. Zo. Hé, dat is geen geintje hoor. Zo lekker man. Die zijn niet slecht. Straks ook even... uit of niet? Ja, die is uit. Jammer. Volgende. Ondanks het water nog steeds een keiharde knok. Hebben we piep, man. Zo. Jongens, even nog een Elgato'tje, Spaans vlindertje. Kijk, die gooi je niet zo goed ver weg, man. Alweer. Tering. Wat een knallers. Je voelt hem ook gewoon. En ik blijf het ook zeggen, als die rook blijft hangen... Oh. Dan moet je na, dit is maar een vlindertje. Oké, nog even vergelijking van deze. Want dit zijn dus nog steeds de hardste. En ik vind dat wel echt. Ze hebben niet gelogen. Hoor maar, na die vlinder. Mooie vlog. Zo. Echt de hardste, man. Hoeveel grammers zijn dit dan? 5. 5 grammers. En is dat nou P1? Klasse 3. Kijk maar, dat is dus de reden waarom ze zo hard zijn natuurlijk. Harde dingen, man, jongens. Maar ik zeg je eerlijk, altijd uitkijken voor... Kips. Hier zou ik even uitkijken, man. Kips. Lekker. Ik voel gewoon die zand over me heen komen. Ja, ik
We hebben een perfecte pijlenstandaard gevonden, jongens. Je schiet ze vaak met een geweer op. Yeah, come on.